officieel begonnen bij Magazine. Het is bijna 6:10 bij Lansingerland FM. En, ja, weekend, is dat altijd om 6:00 bij jou? Voor mij wel, ja. Voor mij altijd om 5:00. Ja, oh, ja, omdat je dan, oké. Okay. Ja. Maar inderdaad, trouwens, maar even leuk om te vermelden. We hebben in de studio Monique Spek. Zometeen gaan we uitgebreid met haar praten. Wat het leuk is als er studiogasten in de studio, even een inkijkje, dan moet je ze vertellen dat ze dicht bij die microfoon moeten gaan zitten. En vandaag heb ik een mooie uitspraak gehoord. Ik kan er eigenlijk bijna mee knuffelen. Nou, dat is toch mooi. Nou, inderdaad. Als je die band met de microfoon kan hebben, dan is dat toch wel goed. Voelt vertrouwd. Ja, voelt vertrouwd. Ja. Ja, goeie avond, Monique. Is het iets wat je vaker doet? Zo in zo'n radiostudio komen? Nee, in de radio, nee, in de studio niet. Dat moet ik heel eerlijk in zijn. Maar het praten door een microfoon is wanneer je voorzitter bent van een vereniging. Yeah. Of een ondernemersvereniging. Voor mij in dit geval is het wel bekend terrein. Ja, dus dat is in principe niet zo heel raar voor jou, zeg nee. maar. Nee. Dat is wat je op zich best graag doet. Je zei het al, Monique Spek, je bent van Nova met twee O's. Kun je eens even in het kort uitleggen wat Nova is? Nou, de naam staat echt voor Netwerk Ondernemende Oostlandse Vrouwen Actief. Dat is de afkorting. En dat actief, waarom staat dat erin, zeg maar? Het activeren van elkaar en het actief opzoeken naar... in dit geval, we zijn allemaal zelfstandige onderneemsters. Dus we houden een eigen bedrijf of een eigen zaak. En we worden daarin actief naar elkaar toe en ondernemend. Ja, dus het is in ieder geval iets waar je sowieso... Je hebt allemaal eigenlijk één gemeenschappelijk uitgangspunt. Namelijk dat je eigen baas bent, eigenlijk. Ja, klopt. We hebben allemaal een eenmanszaak of een kleine zaak waarin we een aantal mensen in dienst hebben in loondienstverband. En er zijn ook wel een aantal leden aangesloten die meer vanuit de relatie of adviesfunctie werken. Maar in ieder geval heel veel contact hebben met allerlei ondernemingen. Dus je voelt het al een beetje aan dat de dynamiek is aanwezig bij Nova. Wat voor bedrijven zitten er eigenlijk in? Soorten? Ja, wat voor soorten? Een goede vraag, want het is heel divers. Het gaat van, laat ik beginnen, de commerciële tak van sport. Dus echt commercieel en advies, marketingvaardigheden, maar ook projectmanagement en advocatuur, juristen. En we hebben ook massagesalons. Oké, het is heel breed dus eigenlijk. Ja, het is echt divers inderdaad. Dus dat maakt het heel avontuurlijk, de avonden en de bijeenkomsten. Ja. En jullie bestaan dit jaar 10 jaar, van harte. Dank je. Hoe is het eigenlijk ontstaan, deze vereniging? Jullie mogen ze jezelf sinds 2008 vereniging noemen. Mm-hmm. Is dat nog iets speciaals als je dan de titel... Ik had geen idee namelijk. Is dat zo bijzonder als een vereniging wordt? Ja. Wij hebben er geen verstand van, dus je moet ons even inleiden. Ja, nee, dat klopt. Dat was denk ik voor mijn tijd, want dat heb ik niet bewust meegemaakt. Wij zijn beter ingevoerd dan... mooi man. Laten we dan beginnen bij het begin. Hoe is het ontstaan? Nova is ontstaan vanuit een initiatief waarin een aantal dames rond de tafel zaten. Die waren toen lid van een groot netwerk VNO-NCW. En binnen wat dat is VNO-NCW? VNO-NCW is een landelijk georiënteerd bestaand netwerk. Die regionale organisaties heeft. Zo is er ook VNO-NCW Oostland. En daar waren toen een aantal leden van ons lid van. En de behoefte bestond op een gegeven moment om een vrouwenbijeenkomst te organiseren. Waarin iedereen een beetje brainstormend aan de gang ging. En er gevraagd werd van nou, is het goed misschien eens om na te denken over een vrouwennetwerk. Want daar bestaat in de regio geen vrouwennetwerk. En eigenlijk vrouwen die zo ondernemend zijn, zouden elkaar ook misschien moeten spreken en kunnen vinden. Dus dat is de aanleiding geweest. Waarom alleen vrouwennetwerk? Want zijn er dan alleen maar mannennetwerken? Ja, precies. VNO-NCW Oostland is toch niet alleen een mannending? Nee, dat is echt een mix inderdaad. Dus dat klopt. Wat je ziet, er zijn wel meer clubjes of verenigingen die of alleen uit mannen of alleen dames bestaan. Nu is het zo dat wij dragen de heren een warm hartje door. Dus wat dat betreft... Enige rivaliteit zal op zijn plaats zijn dat, toch wel? Ja, daarom. Maar wat het mooie is aan vrouwen, dat ze natuurlijk vanuit hun onderneming of vanuit het kennis, het vak, de visie...
visie ook graag met elkaar sparren en zaken delen. Dus vandaar het vrouwennetwerk. Oké, dus eigenlijk is het ja, vooral omdat jullie zeg maar die women touch hebben, zeg maar, die feminine touch aan tegen ja, met dingen die ja, toch eigenlijk wel ook gewoon met zaken te maken. Je bent ook echt wel in een mannenwereld bezig als ondernemer, of niet? Ja, klopt. Je bent echt een zelfstandig ondernemer. Dus wat dat betreft heb je inderdaad voet te zetten in de bedrijfswereld, binnen gemeenten, samenwerken, zoeken met juiste heren. Maar de vrouwen vinden het ook fijn om af en toe even echt met elkaar te sparren. Ja, dat is natuurlijk inderdaad. Is er al succes in gemaakt de afgelopen 10 jaar? Succes. Succes. Daarin dat ze natuurlijk in de ondernemerswereld denken van, oh, wacht even. Nova. Powervrouwen in één keer. Juist, inderdaad. Daar moet je zijn. Ja, dat mag ik wel zeggen. Nee, we hebben echt onszelf op de kaart weten te zetten binnen de ondernemerswereld. En hier in de regio zijn er een aantal netwerkverenigingen. Maar daar horen wij absoluut bij. En we zijn ook organisator, bijvoorbeeld mede-organisator van de Oostlanddag. Dat is toch echt een grote evenement wat hier in de regio wordt georganiseerd voor en door ondernemers. Dus wat dat betreft als netwerk staan we echt op de kaart. Ja. Oké. Ja, het is, weet je wat ik nou eigenlijk wel wil weten? Maar eigenlijk wil ik daar eerst zelf even over nadenken. Hoe kom je nou bij dat Nova? Dat wil ik dan toch eigenlijk wel weten. Zullen we eerst muziek doen? Dat vind ik een goed idee. Adam Leimert en welcome to the show. Nou, inderdaad, welkom bij het magazine hier op Landskant FM. In de studio hebben wij Monique Spek, zij is van Nova. En net voor de plaat stelde ik al een hele goede vraag. We gingen eruit met een enorme cliffhanger. Ja, echt een cliffhanger in Tokio, hè? Jij vroeg je af, hoe kom je bij de vereniging? Hoe kom je als vrouwelijke ondernemer bij Nova? En Monique, wat is het antwoord? Nou, het antwoord op deze vraag. Je bent je maakt het spannend. Iedere maand zijn vrouwelijke onderneemsters van harte welkom. Of je woonachtig bent hier in de regio. Het Oostland, dat is misschien ter verduidelijking ook wel fijn. Dan praten we over Lansingerland, Pijnakken-Noodorp, Delfgauw en Zevenhuis en Moerkapelle. Dus het is best een uitgebreid gebied waarin wij actief zijn. Maar wat ik al zei, iedere maand je mag geïntroduceerd worden. Spontaan aanmelden via de website. Als je iemand kent die bij Nova lid is, neem contact op en we gaan dat regelen. Mm-hmm. Is de vrouwelijke ondernemer een beetje van het netwerken of in een netwerkvereniging zitten? Bijvoorbeeld mannen die helemaal geweldig gaan concurreren met elkaar met vrouwen. Ja, dat, als je er eenmaal bij bent, dan ben je besmet, zeg ik vaak. Yeah. Want het is echt goed voor je netwerk en voor je ontwikkeling. En, wat voor voordelen zitten er dan aan? Nou, wanneer je als ZZP'er eenmanszaak hebt en veel opdrachten doet bij bedrijven, dan word je toch voor een periode ingehuurd. Maar je moet jezelf blijven ontwikkelen en scholen en meten met de dingen die actueel zijn. En ik denk dat daar een netwerk uitermate geschikt voor is. Is het dan ook zo dat je, als je lid bent van Nova, dat het een beetje je kwaliteit moet zijn? Een beetje netwerk of... Nou, het wordt wel gezien als een meerwaarde inderdaad. Dat je open staat voor zelfontwikkeling, ontplooiing en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Zijn jullie ook kritisch als ondernemers zich aanmelden? Dat je denkt van het is een leuke onderneming dat je hebt, maar daar kunnen we vrij weinig mee. Of is het gewoon transparant voor iedereen? Vrij weinig. Te weinig omzet. Huppatee. Oninteressant. <Ja. laughs> Niet geschikt. Nee, hoe het werkt bij Nova is vrij simpel. Wij genieten eigenlijk van wanneer er meerdere leden in dezelfde branche zitten. Omdat je dan juist vakkennis, interesse, ontwikkeling op eenzelfde niveau of pijl hebt. Maar daarbij komt het ook dat doordat er een toch wel groot ledenaantal is, dat mensen elkaar ook vaker opzoeken buiten de bijeenkomsten. Het is dus niet dat er een bepaalde branche exclusiviteit is of dat we zeggen van je bent oninteressant. De economische gebondenheid hier in de regio, dat is echt belangrijk. Of dat je hier gevestigd bent. En hoeveel vrouwen zijn er eigenlijk lid? Stuk of 60, hè? Ja, het is iets minder. Dus wij willen weer graag naar de 60. Ja, 60. Dus hartelijk dank voor deze uitnodiging en interview. Maar dat is wel... we ambiëren nog wat meer leden. En dat is echt omdat die dynamiek dan optimaal zal zijn. Gewoon wat groter is, zeg maar. Ja. Gewoon wat meer binding. Ja. Ja. En er zitten ongetwijfeld ontzettend veel vrouwelijke ondernemers nu te luisteren. Sowieso. En die denken van, ik ben wel geïnteresseerd in Nova. Hoe komen ze in contact? Nou,
Je mag altijd je aanmelden via de website. Daar staat het bestuur op. En ik ben wat dat betreft vindbaar als Monique Spek van projectbureau Ante. En de site is? www.nova.nl. Had je zelf kunnen bedenken, hoor. Ja, maar je moet toch bevestiging hebben? Ja, dat is enigszins waar. Nou vroeg ik me eigenlijk wel een beetje af, als de enige heer in dit gesprek. Als je nou zeg maar zo'n vrouwenclub bent, denk je dan bijvoorbeeld bedrijven waar je voor zou gaan werken, of opdrachten die je zou kunnen aannemen, niet van vrouwen, alleen maar vrouwen, dat is ook zo bijzonder. Worden ze niet terughoudend als man zijn? Nee, mannen vinden het over het algemeen interessant. En het is een interessant onderwerp om over te praten. Dus ja, wat dat betreft is het niet moeilijk. Nee, het is niet zo dat jullie zeg maar een beetje afgeweerd worden omdat mannen worden uitgesloten. Nee, dat klopt. En kijk, we hebben natuurlijk onze eigen bijeenkomsten. Maar daarnaast hebben we ook een aantal avonden die we wel met mannen vieren. We hadden onlangs onze Nova Academy. Dat was in het gemeentehuis in Lansingerland. En dan was de raadzaal gevuld met meer dan 100 mensen. En daar waren gelukkig ook heren bij aanwezig. Ja. Dat is wel leuk. Die Nova Academy. Hoe zit dat? Wat is dat precies? Nou, dit jaar hebben we natuurlijk... We hebben ons Lustrumjaar. En tijdens het Lustrumjaar zijn er drie activiteiten. Dit was de eerste daarvan. En de Academy is georganiseerd om voor en door leden. En we hadden Paul van Geest, theoloog uit Berk en Roderijs, bereid gevonden om ons een hele inspirerende avond theoloog te geven. Ja. Prima. Ja, zo'n avond die begint dan met toch een beetje vanuit het hart van de vereniging op zijn vrouwelijk, zeg maar? Of hoe zit dat? Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Ik bedoel zo'n bijeenkomst doe je in het gemeentehuis. En er zijn allemaal soorten mensen. Ja. Maar hoe zie je dan daarin dat het van Nova is, zeg maar? Want het is, jullie als vereniging zijn een vrouwenvereniging. Ja. Nou, hoe zie je dat dan? In eerste instantie, kijk, de avond open ik in dit geval. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het een uitnodiging en een feest waarop iedereen door Nova wordt welkom geheten. Daarna openen de wethouders Ankie van Tatenhoven en José van Egmond. Die deden het welkomstwoord naar Paul toe. En dat is natuurlijk, dat zijn ook twee van die kanjers die dan zo'n zaal meteen meekrijgen en over het thema inzoomen. Hè? Het thema centraal stond geluk. En Paul weet als geen ander de vertaalslag te maken vanuit de theologie wat geluk kan betekenen in de zin naar ondernemerschap en niet zozeer vrouwelijk ondernemen, maar meer ondernemerschap. Nee, precies. Ja, okay. Ja, dus dat is een beetje, zeg maar, dat is een beetje jullie touch daarin, zeg maar. Om het toch een beetje die lijn erin te brengen. Oké. Wil jij nog wat weten, Nathalie? Wanneer is de eerste volgende bijeenkomst? Nou, die ze heeft interesse, deze maand. Dat zie ik direct. Ja. Ik kijk vanuit het perspectief van mijn vrouwelijke medemens. Ja, dat snap ik. Nou, iedereen is welkom op 20 april. 20 april? Ja, de avond heet In de Schijnwerpers. Ik mag vast niet komen, maar ik schrijf gewoon mee. Tuurlijk, maar je mag altijd mensen introduceren. Introduceer ze altijd welkom. Ja. Dat is nog gezegd. Hmm. 20 april, en waar? In de woonch in Berkel en Roderijs. Berkel en Roderijs. Meer informatie dus op www.nova.nl. Zeker. Monique, dankjewel. Dus 10 jaar bestaan jullie. Hoe hebben jullie het nog gevierd? Ja, dat wou ik eigenlijk nog wel weten. Is er champagne geweest en feest en zo? Ja. Nou, wat ik zei, er zijn drie bijeenkomsten. De eerste was dan de Academy. In juni hebben we een groot feest aan de Rotten. Dat vieren bij de retreterie. Dus dat wordt een mooi feest. En in september gaan we nog even een beach challenge doen. Om ook sportief weer het jaar door te komen. Een beach challenge. Ik wens je veel plezier. Super interessant. En mocht er nieuw nieuws zijn, dan zien we je graag weer eens terug. Monique, dank je wel. Heel graag gedaan.